Ik ben Hakim, ik ben acteur. Bekend van Sesamstraat. Ik ben Pernilla, ik speel een meisje van 16, maar ik ben eigenlijk 14 jaar oud. Hi, ik ben Munira Mansour. En ik speel in het filmpje De Moeder. Come on, come on! Zeg je dat? Ik moet even met jou praten. Ja. Hallo? Ja. Je moet even met je dochter praten. Mijn dochter? Ik kan met haar niet communiceren de laatste tijd. Dat komt omdat jij de laatste tijd het verkeerd aanpakt. Wat doe je? Ik hoor het niet zo goed. Ik doe het altijd verkeerd. Nee, wij doen het verkeerd. Laten wij als team proberen om met haar te praten. Mijn dochter is altijd buiten. En als ze thuis is, dan is ze buiten bereik. Omdat ze zich niet thuis voelt hier. Zij hoort zich thuis te voelen als ze thuis is. Ja. Laten we haar dan op zijn minst de ruimte geven. Hoezo dan? Ze heeft zeven ruimte. Laat maar even. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel niet letterlijke ruimte, maar metaforische ruimte. Metaforische ruimte. Denk je dat zij dat begrijpt? Ze hoeft dat niet te begrijpen als jij het maar begrijpt. Ja. Ik begrijp het niet. Oké, goed. Als wij het maar begrijpen. Begrijp jij dat? Ja, wij begrijpen dat. Ze komt eraan. Oké, onthoud dit. Ik heb het gelezen in een tijdschrift. Het werkt altijd. Weer. Wat is dat nou weer? Weer. Weer. Warmte, interesse, ruimte. Metaforische ruimte. Hi schat. Hi man. Hoi pap. Hoi pap. Hoor je dat? Ze praat tegen me. Een wonder. Ben je moe? Nee. Neem alle ruimte. De metaforische ruimte. Hou eens op zeg. Wil je wat eten? Nee. Broodje kaas? Nee. Broodje pindakaas? Nee. Hagelslag? Nee. Met liefde. Broodje met liefde? Wat wil je dan? Ik wil naar buiten. Maar je moet eten. Ik heb geen honger. Niet zo dwingen de hele tijd. Als je wat drinken wilt, dan moet je het gewoon tegen ons zeggen, hè? Heb je dorst? Ik heb geen dorst. Hoe was het op school vandaag? Leuk. Leuk. Leuk? Vertel. We gingen naar buiten, in de natuur. Leuk. Leuk. Met interesse. Interessant. We gingen naar de botanische tuin. Wat? Leuk. Ah, leuk. We gingen luisteren naar de bomen. En ons verbinden met de natuur. Bomen luisteren? Ik denk dat ik hovenier wil worden. Ho wat? Ho? Hovenier, dat is iets met tuinieren. Ja, mijn dochter gaat geen tuinman worden. Je bedoelt tuinvrouw. Ook tuinvrouw niet. Laat maar. Schat, wat is er nou zo leuk aan tuinvrouw? Omdat ik het leuk vind. En wat is er dan precies zo leuk aan? Ik kan buiten zijn. Oh ja, en als het regent dan? Dat is goed voor de planten. Maar jij bent geen plant. Wil je de hele dag in de regen staan? Dan doe ik toch gewoon een regenpak aan. Regenpak? Nee, dat staat jou helemaal niet. Zij wil geen hovenier worden. Ik wil wel een hovenier worden. Dat betekent dat je elke ochtend heel vroeg moet opstaan. Je moet ploegen. Je zit helemaal in de blubber, in de modder. Dan ben je vies. Dat is geen vrouwenwerk. Nou, dan ben je een arme boer. Wat vind je nou zo leuk aan een boer? Vind je dat leuk, een boer? Die maakt groenten voor ons. Oh ja? Hou je van groenten? Ja.
Hou je van spruitjes? Nee. Wil je je hele leven met spruitjes gaan werken? Maar schat, je moet het zo zien. Dan ben je de hele dag alleen, niemand om mee te praten. Alleen tussen de planten en de bomen. Ja, ze kan toch met bomen praten? Ja, die luisteren tenminste. Ho, waar gaan we heen? We gaan naar Greenpeace. Greenpeace? Greenpeace, je weet toch, de vrijwilligersbaantje. Ik weet er niks van. Waarom weet ik er niks van? Zie je, ik kan niet gecommuniceerd worden hier. Ik kan met haar niet communiceren, ik kan met jou ook niet communiceren. Dat komt omdat je het elke keer verkeerd aanpakt. Ja, en jij met je weer. Warmte, irritatie en ruimtewezens. Is dat ding even met die afstand bedienen? Ach. De rol die ik speel in deze film of in al die films speel ik een beetje een strenge man. Een beetje bot. Dat ben ik niet in het echt. Ik wilde het zo doen zodat ik een beetje die karakter. Het karakter, zie je? Het karakter van de vader een beetje versterk tegenover het kind. Ik had getwijfeld, zal ik hem aardig spelen, maar ik dacht, als ik dat doe, dan komt het karakter van de kinderen, van wie hij de vader is, dus van zowel van Tom of van Miranda of van Rosa, komt niet uit de verf. Dus zo heb ik het gedaan. En ik ben helemaal niet zo'n vader. Ik ben een hele aardige vader. Rosa is een meisje die de ouders niet begrijpen. Ze willen dat ze een andere opleiding kiest dan dat ze zelf wilt. Zijn ze niet aardig, haar ouders? Ze bedoelen het goed, maar ze weten weinig van haar school. De vader weet minder dan de moeder. Zijn jouw ouders ook zo? Ze zijn wel streng, maar ze begrijpen me wel. Wil je later actrice worden? Regisseur. Dit zijn mijn echte kinderen. Dit is Nimra, ze is bijna 1. En dit is Noah, die is bijna 5. Ja, en als die later gaan studeren, dan hoop ik natuurlijk dat ze een opleiding kiezen die bij ze past. En als ze vragen hebben, dan ga ik ze natuurlijk zeker helpen met hun keuze. Maar die keuze moeten ze wel zelf maken.